We hebben bij het college gezien dat functionele groepen heel erg bepalend zijn voor de stofeigenschappen, kookpunt, polariteit en eigenlijk ook daarmee de smaak en de geur. Dus die functionele groepen, daar wil ik even verder op door. Nou, met dit apparaat wat op het foodlab komt te staan, dit is een infrarood spectrometer, daarmee kunnen we de functionele groepen in kaart brengen. Het apparaat is niet zo geschikt om bijvoorbeeld stoffen van elkaar te scheiden. En daar was die GC en die HPLC voor bedoeld. En met dit apparaat kun je niet zo goed de concentraties in kaart brengen. Maar wat je wel kunt doen, is kijken welke functionele groepen zitten er nu in dit monster. Dus als ik hier koffie onder zou brengen, ik kan hier geen waterige stoffen in opbrengen trouwens, maar iets als koffie en kruiden, dat gaat prima. Dan zal ik zien dat koffie heel veel vet bevat. Ik ga heel veel die cerebrumgebonden O-groep en die OH-groep ga ik terugzien. En daarmee weet ik eigenlijk dat koffie heel veel vet bevat. Voor dit soort studies is dit apparaat een hele fijne. Dit was het, dank jullie wel.